Het was veel werk hier aan de raam, met voorspoed, tegenslag en soms verdriet. Heel even stilte in de sprong, gedachten gaan naar Jan van Zon. Want Jan was toch de brede school van Wanhoop. Halleluja, hier in Wanhoop, hier in Wanhoop. Ja, het mag wel eens wel leuk. Ja, mag wel eens gezellig. Ja, je kent iedereen. Ik wil later best wel hier blijven. Ja, ik ook. Als mijn vriend ook uit Wanrooi komt, of dan blijf als hij ergens anders wordt, dan moet hij maar aan Wanrooi gaan wonen. Maar dat is even op kamers, maar dan woon je in het weekend nog in Wanrooi. Oh, de kroeg. En in de zomer is het altijd gezellig bij de bergen. En allemaal gezellige mensen. Dat is en? Drie. We moeten er nog twee. En we hebben een supermarkt. Ja, en we hebben echt gezellig voetbal bij het team. Ja, maar het leuke is, je gaat van tevoren naar de kroeg en daarna ga je met de taxi echt uit. Ja. Zo, ja. Ja, ik ga gewoon een starterswoning hier wonen. Gewoon een goedkoop huis kopen. Niet zo'n duur met een rijk stinkt huis. Gewoon klein beginnen. Ik zou, ja, dat is wel wat ik zou willen, hè. Nee, ik denk als ik 4 jaar op kamers heb gezeten, dat ik dat ook wel heb gehad. Ik ben meer een dorpsmeisje. Maar de stad is ook duur. Dan denk je elke dag, kom, we gaan even winkelen. En de volgende dag, ja, oh, zie je dit weer in de krant staan, dan ga je daar weer in. Ja. En hier gaan we altijd, feest en zo. Ja, en ik doe hier in Wanrooi bij Bodyfit, doe ik fitnessen. Met de leefbaarheid in Wanrooi is het op dit moment erg goed gesteld. We zijn in staat gebleven om alles te behouden wat we hadden. En dan moeten we denken aan een bakker, een supermarkt, we hebben een kinderdagverblijf, we hebben een bejaardentehuis, we hebben een school. We hebben eigenlijk alles wat een dorp nodig heeft. Nou, verder hebben we een heel rijk verenigingsleven waarin voor iedereen toch wel hele leuke dingen te vinden zijn. En jonge sporters hebben gewoon de keus om bij verschillende verenigingen iets te gaan doen. Wij zijn als Wanrooi zijn we op dit moment heel gelukkig met onze leefbaarheid. We moeten er wel de schouders onder houden om dat op peil te houden. Maar samen kunnen wij heel veel. De medewerking van de gemeente is voor Wanrooise ondernemers naar tevredenheid. Helaas merken we tijdens gesprekken dat we afhankelijk zijn van de overheid die daar boven zit. Door de actieve ontwikkeling in de agrarische sector, door de niet bang zijn voor moderniseren, hebben bedrijven in de omgeving en ook in Wanrooi, waar wij er één van zijn, zich kunnen ontwikkelen. Het boerenbedrijven, die hebben een stankcirkel, een geurcirkel. Die cirkel die is door de overheid is die altijd maar ruimer geworden. En die stankcirkels die komen ook in de buurt waar bedrijven zich willen ontwikkelen op industriegebieden. Die cirkels die geen gevolgen hebben of hoeven te hebben voor de bedrijven, moeten door de agrarische bedrijven beschermd worden. Waardoor de ontwikkeling eigenlijk benadeeld wordt van industriële of MKB bedrijven. Inmiddels zijn er ondernemers die Wanrooi wereldwijd op de kaart hebben gezet. Dat uit zich in werkgelegenheid, dus ook voor de bewoners in Wanrooi. Voor de gelegenheid om het inwonertal te vergroten, voor de winkeliers. Om meer ontwikkeling te krijgen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar ook in de toekomst blijft ontmoeten. Ontmoeten begint eigenlijk al bij heel jonge kinderen. Ouders zoeken situaties, een veilige omgeving waar hun kinderen anderen ontmoeten. En dat gebeurt ook op een brede school. Kinderen ontmoeten elkaar, leren met elkaar omgaan. Het is eigenlijk één grote oefenplek. Het zal in de toekomst wel veranderen. Op jonge leeftijd gaan kinderen steeds meer elkaar digitaal ontmoeten. En het blijft voor ons de uitdaging om een balans te blijven vinden tussen het online en offline elkaar ontmoeten.
Maar het echte ontmoeten blijft natuurlijk essentieel, het meest belangrijk. En daarom is het denk ik ook belangrijk voor Wanderooi dat er plaatsen blijven ontstaan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wapen van Wanderooi, de sportclubs, de brede school. Want als je elkaar ontmoet en je voelt je ergens bij betrokken, ontstaat er een saamhorigheid en die wil je koesteren. En dan ontstaat er ook dat je op basis van respect met elkaar omgaat. En dat is van groot belang. Het verenigingsleven in Wanderooi is bloeiend, kan ik wel zeggen. We hebben hier op cultureel gebied diverse verenigingen. Denk aan de Harmonie, we hebben de toneelclub. Op sportief gebied zijn we rijkelijk voorzien van een aantal verenigingen. We staan hier op sportpark De Kwik. We hebben zelf 485 leden in die koers. Dan hebben we nog een handbalvereniging die op een behoorlijk niveau speelt. Een hele oude vereniging is de handboogschutterij, ook op dit complex gevestigd. Dan hebben we nog een tennisvereniging die heel actief is. Dan komen we bij de wat kleinere verenigingen, denk ik aan een judovereniging. Dan hebben we nog een motocrossvereniging, weer een heel andere tak van sport is dat. Dan hebben we in Wanderooi ook nog een mannengymclub, dus we hebben voor jong en oud zijn er bezigheden. Tegenover de mannen sportclub staat er ook nog Vivilia, dat is een kindergymclubje, ik geloof voor de groepen 1 tot en met 4. Een badmintonclub hebben we nog, ook actief in de sporthal. Men kan ook nog bij wat tourfietsclubs. We hebben geloof ik ook nog 2. Er staat dus ook nog een damesfietsclub. Ik denk dat ik daarmee de meeste sportverenigingen wel gehad heb. Ja, dus om een keus te maken zal niet moeilijk zijn als men in Wanderooi zich wil vestigen. De meerwaarde dat ik in Wanderooi wil blijven wonen is dat ik hier ben opgegroeid. Mijn vrienden wonen hier, er is hier een uitgebreid verenigingsleven waar ik zelf ook deel aan neem. Er zijn van allerlei winkels, het is een middengroot dorp, dus veel mensen kennen elkaar, ik ken ook veel mensen. Ik voel me hier gewoon op mijn gemak. Dus. We'll be right back.